Ik heb een aantal werkelijk grote mannen gekend. Bohr, Einstein heb ik gekend. Vergelijk Niels Bohr met Mozes en vergelijk Einstein met God. Het was een groot voorrecht met die mensen op te trekken. Abraham Peijs is natuurkundige en geschiedschrijver van de 20e eeuwse natuurkunde. Hij heeft de biografie van zowel Albert Einstein als Niels Bohr geschreven. Hij is sinds 1954 in het bezit van een Amerikaans paspoort en woont afwisselend in New York en Kopenhagen, maar voelt zich nog helemaal Nederlander. Herinnert u zich nog, meneer Peijs, dat u voor het eerst in deze kamer kwam? Oh ja, zeker. Ja. De eerste keer dat ik hier kwam, Bohr kwam me halen uit de bibliotheek. Ik moest op hem wachten. En toen gingen we hier zitten. En mijn eerste indruk was dat hij zo'n somber gezicht had. Zware wenkbrauwen, diepe ogen. En toen begon hij te praten. En daarna is dat beeld volkomen verdwenen, want zijn gezicht werd geanimeerd. Hij had een grote, prettige lach in zijn gezicht. En zo is het altijd gebleven daarna. Ja. Hij had zijn wangen die hingen bijna zo'n beetje zwaar. Een soort van boerenachtig gezicht, zonder iemand te beledigen. Maar ik bedoel, geen verfijnde aristocratisch gezicht. Ik ontmoette Einstein voor het eerst in het najaar van 1946. Toen kwam namelijk Niels Bohr naar Princeton ook. Ik was er als tijdelijk lid in die tijd. En toen er was een groot congres, want het was de 200ste geboortedag van Princeton Universiteit. En op een goede dag zei Bohr tegen me: nu moet je Einstein leren kennen. En toen gingen we naar beneden. Ik had een office op de derde verdieping, Einstein op de eerste verdieping. En toen wandelden we daar naar binnen. En ik was natuurlijk een beetje geïmponeerd. Wel, ik bedoel, Einstein was de grote naam in de wetenschap. De werelds grootste naam. Maar Einstein kwam naar me toe met een uitgestrekte hand en een vriendelijke lach. En ik ging zitten. En Einstein en Bohr begonnen te discussiëren. En nou wist ik Bohrs gezichtspunt erg goed. Want ik had met Bohr samen gewerkt. Ze praat natuurlijk over de kwantentheorie. Dat ging altijd over de kwantentheorie. Ik hoorde een klein beetje, wist ik ook, wat Einstein in zijn hoofd had. Maar toch niet erg goed. En ik zat daar en ik kan me nog herinneren. Ik weet niet meer, ik kan niet meer reconstrueren wat ze precies zeiden. Maar ik weet het algemene tendentie. Ze praten langs elkaar heen. Ze praten met groot respect en ook affectie tegen elkaar. En ze luisterden niet naar elkaar, eigenlijk. In 1918 werd Abraham Peijs in Amsterdam geboren. Hij promoveerde in het begin van de oorlog in Utrecht en dook in 1943 onder. Begin 1943 ging ik onder en ben daar geweest tot maart 1945, toen ben ik opgepakt en in de gevangenis gezeten op de Weteringschans in Amsterdam. En toen ik gevangen genomen werd, toen heeft professor Kramers, dat was toen de grootste Nederlandse fysicus, die heeft een brief geschreven aan Heisenberg. Die was de hoofdman ook van het Duitse atoomonderzoek. Hij zei, daar is die jonge man, zeer begaafd enzovoort enzovoort, en kun je niet helpen. Heisenberg schreef terug overigens dat het spijt hem zeer, hij kon niet helpen. Maar
Toen ik nu in de gevangenis kwam, toen heeft een vriendin van mij, heeft van Kramers, die brief gekregen die hij aan Heisenberg had gestuurd over mijn begaafdheid en God weet wat. En die heeft zij toen aan de Gestapo Hofman in Amsterdam laten zien. En toen zei niks. En toen las hij de brief. Pakte de telefoon op. Belde de Wetering Schans op en zei tegen de commandant: Haben Sie einen Juden Pais hier? Ja, yes, zei de man. Lass ihn gehen. Zo, ik bedoel, de fysica heeft me in een zekere zin het leven gered. Hoe oud was u toen u hier voor het eerst binnenkwam? Voor de eerste keer, dat was in 1946, was ik 28. Hoe reageerde Boer op u? Vriendelijk. En toen, kort daarna, werd ik geïnviteerd om bij hem thuis te komen eten. En na afloop van het eten vroeg hij me: ga nou even mee naar mijn werkkamer in Karlsberg en vertel me, wat heb je gedaan? En ik begon het uit te leggen. En Boer keek maar zo naar de grond en zat met zijn pijp zo. En zei niks. En ik zei: oh mijn god, de man interesseert hem helemaal niet. Ik wist toen nog niet dat Boer niet zei: oh, dat is zeer, zeer interessant. Hetgeen betekent, daar geloof ik niets van. Hij zei eenvoudig niets. En daarna vroeg hij me, kwam op de gang tegen, zei: kom er even mee, vertel me nog een keer. En nog een keer, en nog een keer. En na een paar maanden zei: wat zou je ervoor voelen om mijn persoonlijke assistent te zijn voor de volgende 4, 5 maanden? Ik zei: dat lijkt me geweldig. En toen, de ochtend na dat gesprek, kwam ik bij hem thuis. Want we werkten altijd thuis in de ochtend. Gingen dan hier voor de lunch en werkten hier. In deze kamer werkten we ook veel. Kunt u laten zien waar Boer zat? Ah, Boer zat nooit. Ik zat. Ik zat daar, waar ik nu ga zitten. En Boer wandelde op en neer, op en neer. Hij was een rusteloze man. Ik heb ook samen met de familie gewoond een aantal maanden in de zomer in hun landhuis. En Boer stond altijd op voor het eten voorbij en zei tegen zijn vrouw: Margrethe, ik moet eventjes iets bedenken. En dan wandelde hij weg. Rusteloos. Altijd, zijn geest was altijd bezig. Altijd. Hij was de grote vaderfiguur in mijn leven. De grote vaderfiguur in mijn leven. En zo was hij het voor een aantal mensen. Dit is misschien de beroemdste vergaderplaats van fysici in de 30e jaren. En hier vonden de grote conferenties plaats waar de grondslagen van de kwantummechanica werden gediscuteerd. Hier zaten op de voorste rij Bohr op het hoekje, Pauli, Heisenberg, Dirac, Kramers, allemaal. Einstein kwam hier nooit? Einstein heeft Boer 2 maal kort bezocht. Maar dat was een persoonlijk bezoek bij hem thuis. Hij kwam nooit bij het instituut. Niet op het instituut geweest. Nee. De relatie tussen Einstein en Boer waren warm en hartelijk, maar niet zo intens. Wat voor indruk maakte Einstein op u die eerste keer? Wel, een vriendelijke man met lange witte haren enzovoort, een soort van fotogenieke figuur. En ik was direct geabsorbeerd in te trachten het wetenschappelijke van hun discussie te volgen. Dus dat is het hoofdstuk wat ik me herinner. En 2 weken later of zo ontmoette ik Einstein. Einstein kwam uit het instituut om naar huis te wandelen. En ik was net in de buurt. Dus ik stapte naar hem toe en ik zei: professor Einstein, ik luisterde naar uw discussie met Boer en ik heb niet precies uw standpunt begrepen.
Mag ik een keer voorbij komen om u bij u in uw bureau om u te vragen? Zij zei tegen me, waarom wandelt u niet met me naar huis? Het was de lunchtijd, dan ging je altijd naar huis om te lunchen. Ik zeg, met plezier, en dan wandelden we naar huis. En toen, zo begon mijn discussie met Einstein over de kwantumtheorie. En dat was in 1946. En is eigenlijk doorgegaan tot enkele maanden voor zijn dood. Dat was in 1955. Toen u Einstein ontmoette, toen was u een jonge man. Kreeg u met toen hem... ik Einstein ontmoette, was ik 28. Kreeg u met hem net zo'n warme relatie als met Bohr? Nee, ik zou zeggen, met Einstein was de relatie vriendelijk. Hartelijk misschien, maar nooit warm. Ik bedoel, Einstein was een heel speciaal soort figuur, weet u. Ik bedoel, Bohr was een mens die op de aarde leefde. Bohr kon je als het ware voelen. Einstein was meer... Hij was meer... Er was een zekere afstand. Niet dat hij je van hem weghield, maar er was een zekere natuurlijke afstand. Einstein was in hoofdzaak wat ze noemen een Einzelgänger. Ik bedoel, hij ging zijn eigen weg. Hij heeft wel een behoorlijk aantal stukken samen gepubliceerd met andere mensen, maar zijn hoofdbijdragen waren allemaal hem alleen. En hij heeft ook later van zichzelf gezegd dat zijn persoonlijke leven niet zo'n succes was als zijn wetenschap. Ja, hij heeft over zijn huwelijk, hij is 2 keer getrouwd geweest. De eerste keer gescheiden. De tweede keer is zijn vrouw voor hem gestorven. En hij heeft geschreven, kort voordat hij stierf, dat zijn tweede huwelijken waren miserabele mislukkingen. Beide. Begrijpt u dat? Ja, volkomen. Want ik bedoel, voor Einstein was de zaak, het comfort van iemand te hebben die op je past, die je eten op tijd klaarlegt enzovoort. Die ziet dat je kleren er zijn enzovoort. Zonder nou emotioneel zichzelf te involveren. Ik vind ook typisch dat Einstein's muziek, was zijn favoriete muziek was Bach en Mozart. Hij hield niet zo erg veel van Beethoven. Because in mijn eigen opinie, Beethoven was hem te emotioneel. Weet u, dat hield hij een beetje van zichzelf af. Dus ze waren in veel opzichten tegengesteld, Bohr en Einstein? Ze hadden in vele opzichten als mensen... strikt als mens gesproken, waren ze heel verschillend. Tegengesteld is een meer precies begrip dat ik niet zou gebruiken. Ik zou zeggen, ze waren diep verschillende mensen. Je kunt je voorstellen, als je een ambitieuze jonge man bent, zoals ik was, dat je misschien iets zou kunnen noemen boer. Gedaan had. Maar je kunt je nooit voorstellen dat je iets zou doen dat Einstein had gedaan. Einstein was in die zin een unieke figuur in de 20e eeuw. Om Einstein en Bohr's bijdrage te vergelijken, vind ik niet juist. Het is, zoals men het zegt, je vergelijkt appels met peren. En dat gaat eenvoudig niet. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan zou ik zeggen dat Einstein was de grootste van allemaal. The greatest scientist of Germany in the greatest city of the world. I'm delighted. What do you think of prohibition, Professor? Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich. He doesn't drink at all, so he is not interested in this question. Professor Freudus C. here in America, bitte zu sein. Wenn ich sie sehe, sicher. Het debat tussen Bohr en Einstein ging over de kwantummechanica, de grondslagen van de kwantummechanica. Het was een debat over de principes van de theorie. En ik zal trachten het kardinale punt van verschil van mening op een eenvoudig voorbeeld toe te passen.
Het eenvoudigste voorbeeld dat ik waar ik aan kan denken is dat van een deeltje dat zich beweegt in een krachtveld en dat op een gegeven moment hier is en met deze snelheid zich verplaatst. Nou zegt de klassieke theorie, de voorkwantumtheorie, die zegt als ik weet waar het deeltje is op deze plaat met deze snelheid, dan kan ik u vertellen en op een later tijdstip, het deeltje is daar en gaat met die snelheid. Dat zegt de klassieke theorie. De kwantumtheorie zegt dat is onmogelijk. Want, zegt de kwantumtheorie, de premisse is verkeerd. Je kunt namelijk niet, zegt de kwantumtheorie, van een deeltje vertellen dat het precies op een zeker moment, op een zekere plaats is, met een zekere snelheid. Dat is technisch uitgedrukt door de onzekerheidsrelaties, door Heisenberg geformuleerd en door Bohr verder uitgewerkt enzovoort. Dat idee van niet-causaliteit in de klassieke zin was precies wat Einstein nooit wilde accepteren. In het begin beweerde hij dat de kwanttheorie fout moest zijn en trachtte tegenvoorbeelden te geven die allemaal weerlegd werden door Bohr. Hoe ging die dialoog? Werden ze boos op elkaar? Nooit boos. Het was altijd friendly, maar heated. Ik bedoel, de hartstochten gingen in hun werk. Ik bedoel, een goede fysicus is een hartstochtelijk man. Ik bedoel, dat zo allemaal zo cool enzovoort is, gelooft u daar geen woord van? Ik bedoel, de hartstochten, die horen erbij. Wie viel aan en wie verdedigde? Wel, ik bedoel, het was aanvallen en verdedigen. Het ging zo heen. Een dialoog gaat heen en weer. Bohr, Einstein kwam met een tegenvoorbeeld. Bohr ging naar huis vreselijk ongerust. En volgende ochtend kwam hij terug en zei: Einstein, je hebt mis. Het werkt. De onzekerheidsrelaties hebben weer bewezen dat het niet kan. En dat ging zo door voor een aantal jaren. Het begon in 1925, ging door tot 1930, 31. En daarna gaf Einstein op met te zeggen dat de kwanttheorie verkeerd was. En daarna zei hij, de kwanttheorie is niet verkeerd. Hij is zelfs, zoals hij later zei, de beste theorie die in de 20e eeuw ontdekt is. Dat zei hij. Maar, zei hij, het is een incomplete theorie. Want er is een onderbouw. Onder de kwantumtheorie ligt een geheime theorie die we nog niet kennen. En dat is de theorie waarin de causaliteit weer hersteld wordt. Dat was ruwweg gezegd het verschil van opinie tussen de twee. Begrijpt u waarom een zo geniaal wetenschapper als Einstein nooit achter de kwantumtheorie is gaan staan? Nou, ik heb daar veel over nagedacht en eigenlijk heb ik het nooit begrepen. Einstein was een man van geniale vrijheid, ook in zijn wetenschappelijke creativiteit. Maar ten aanzien van de kwantumtheorie had hij een starheid die eigenlijk bij de rest van zijn bestaan niet paste. En ik heb er veel over gedacht en ik heb er geen verstandig antwoord op te geven. Ik weet het niet. Eenvoudig, ik weet het niet. Acht u het voor mogelijk dat over een eeuw of iets dergelijks toch geconcludeerd zal worden dat Einstein wellicht op het juiste spoor zat en dat de kwantumtheorie onaf was? Ik heb te veel in de natuurkunde gezien om te zeggen dat iemand het laatste woord heeft in een deel van de wetenschap. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat op dit moment dat het standpunt van Bohr het enige houdbare is. Er zijn moderne experimenten gedaan om te trachten te zien of alternatieven van de kwantummechanica misschien beter waren dan de kwantummechanica. Er zijn goede experimenten die ik zeer respecteer en die hebben laten zien dat het niet zo is, dat de kwantummechanica is nog steeds de triomferende theorie. Dus het is een niet volslagen bevredigend antwoord, maar ik geloof er bestaat geen beter antwoord.
Rookte Boer ook pijp? Boer rookte niet alleen een pijp, Boer rookte lucifers. Hij had altijd een grote doos lucifers, zo'n grote doos in zijn zak. En het aantal verhalen over Boer en lucifers is leeg. Zal ik er een vertellen? Boer was in Washington gedurende de oorlog op een bepaald moment. En het was een hete, hete, vochtige Washington zomerdag. En de FBI, een koppel van mensen van de FBI die kwamen binnen, die zagen het een stomme verbazing dat de fireplace was aan. Ik bedoel, er was hout aan het branden enzovoort. Wat was er gebeurd? Boer die altijd die stak zijn pijp aan en gooide niet de matches over zijn schouder, die had de fireplace aangestoken. Ik bedoel, ja, Boer rookte, maar hij rookte enorme hoeveelheden. Het mooiste wat ik gezien heb was dat Boer was in de tuin in Tiswiele. En hij was, als hij moe werd, dan ging hij onkruid uittrekken. Eenvoudig om iets anders te doen. En hij had zijn pijp in zijn zak had hij uitgenomen. En het hoofd van het pijp was op de grond gevallen. En hij stond er zo. En Owe, Boers zoon en ik zaten laag in het gras. Vol verwachting om te zien wat er nu gebeurde. Boer nam een doosje lucifer uit zijn zak. En heel ernstig stak hij de lucifer aan. En er was geen pijp. En het is de enige keer dat ik Boer volkomen perplex heb gezien. Ja. Hij was chaotisch, verstrooid. Schreef hij ook zo? Oh, hoe hij schreef. Nou, dat is een hoofdstuk op zichzelf. Ik kan u daar een voorbeeld van geven dat ik zelf heb meegemaakt. Ik geloof het is het meest verbazingwekkende voorbeeld van Boers schrijfkunde. Ik werkte met Boer in een klein paviljoen in zijn landhuis dat buiten het huis stond. En dat was natuurlijk altijd een zwart bord. En we praten over een woord te gebruiken en Boer zei, laten we gebruiken het woord harmony. Zo Boer schreef op het zwarte bord het woord harmony. Iets zoiets. Wel, we praten verder en Boer zei, nee, weet je, harmony is niet goed. Harmony is niet goed. Nu heb ik het. We veranderen harmony in uniformity. En nou is het uniformity. Dat was Boer's schrijfstijl. Boer dicteerde van jong af aan eerst aan zijn moeder. Zijn dokterse citaties dicteerde hij aan zijn vrouw. Ik heb het manuscript van zijn vrouw. Later dicteerde hij aan jongere mensen zoals ik. En altijd, Boer hield niet van schrijven. En een van de verhalen over Boer is, in de oorlog had Boer de codenaam Uncle Nick. En er was een brief die werd gestuurd door Boer naar Los Alamos, naar het atoomwapenlaboratorium. En de vrienden van Boer zaten te praten, hoe heeft Boer getekend? Heeft hij nou getekend Niels Boer of Uncle Nick? Dat geeft je het gevoel van hoe duidelijk Boer schreef. Oh. Zoals we zeggen in het Amerikaans, he was a character. He was a character, ja. Maar fun, ik bedoel, hij was altijd. En hij zelf zou je de allereerste zijn om mee te lachen over zijn vreemde manier van doen. Dat verhaal, ik bedoel, ik schaterde. En Boer keek naar me en dan keek hij en hij lachte mee. Je moet echt heel veel van hem gehouden hebben, meneer Pijs. Ik heb veel van hem gehouden. Ja, ja. Hij was een goed mens. Van de wetenschap verder nu met de Amerikaanse politiek. Niet al te serieus genomen in The Powers.